En dan de zorg, want daar gaat het niet zo goed. In de coronaperiode waren ze nog de helden van het land en stond iedereen voor ze te klappen. Maar toch is er nu een schrijnend tekort aan zorgpersoneel. Ook het aantal verpleegkundestudenten daalt. En die landelijke trend zien we hier ook in Nijmegen. Landelijk gezien is het aantal verpleegkundestudenten fors gedaald. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 26% minder belangstellenden zijn voor de hbo-opleiding vergeleken met 2 jaar geleden. Op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zien ze dezelfde trend. Ja, we zien dezelfde trend eigenlijk hier bij de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen als dat we landelijk zien. We hadden afgelopen jaar een iets kleinere daling dan landelijk, maar ook hier helaas een afname. Overigens wel na een hele forse groei. Volgens Donderwinkel lijkt het erop dat het positieve imago van zorgmedewerkers in de coronaperiode heeft geholpen in het aantal aanmeldingen voor de zorgopleiding. In de coronatijd, eigenlijk de tijd dat we op de balkon stonden te klappen voor alle verpleegkundigen, toen hebben we een hele forse groei gezien van het aantal aanmeldingen. De helden van de zorg, je kon echt iets betekenen voor mensen. En dat imago heeft toen wel geholpen dat studenten die keuze maakten. Juist daarna is het imago weer wat minder geworden vanwege de werkdruk in de zorg. En er kwamen stakingen en mensen die wilden loonsverhoging. Studievereniging Plexus van de opleiding verpleegkunde aan de HAN in Nijmegen doet er alles aan om de toekomstige studenten naar de opleiding te trekken. Zo zijn ze op de open dagen aanwezig en organiseren ze verschillende evenementen. Ten eerste geven we daar eigenlijk aan van wat onze visie is over de opleiding. Omdat wij als studenten toch ook wel een ander beeld hebben dan de docenten dat wel vaak aangeven. Daarbij hebben we vaak ook evenementen, vooral op het begin van het jaar, die dan open zijn voor niet-leden van onze vereniging. Daar proberen we toch wel mensen ook wel te enthousiasmeren om toch naar ons toe te komen. Voor Geurts was de keuze in ieder geval duidelijk. Je wordt uiteindelijk een spin in het web, dus uiteindelijk kan alle kanten uit. En mocht je later nog willen wisselen van het sector of van het ziekenhuis bijvoorbeeld naar de gehandicaptenzorg, kan dat altijd nog. En dat vind ik het mooie aan de opleiding.